Dan is het nu weer tijd voor de wat talentvollere, maar ook wat jongere televisiemakers onder ons. Kort samengevat, Club Veronica. Met deze week ultieme tips om zoveel mogelijk geld te besparen. Kortom, deel 1 en deel 2 van Club Veronica Talk. Maar nu eerst snuffelen. Deze mensen hebben een wel heel vreemd bijbaantje. Ze zijn namelijk op zoek naar... geur. Even voorstellen, het snuffelpanel. Het zijn allemaal studenten die na aanmelding een neustest hebben moeten afleggen. Heb je een niet te slechte en een niet te goede neus, dan kun je snuffelen. Bedrijven of overheden kunnen een geuronderzoek laten doen. Zo kan er worden gezocht naar eventuele geuroverlast die een fabriek oplevert. Nadat de windrichting en snelheid is gemeten, lopen de snuffelaars in een aantal geurlijnen steeds dichter naar de bron toe. Het panel houdt op een zakcomputertje bij wat ze wel en niet ruiken. Nadat ze alle geurlijnen af zijn geweest, is het zaak om terug te gaan naar de thuisbasis. Daar worden alle gegevens samengevat en berekent men of een bedrijf wel of geen overlast veroorzaakt. Makkelijk dus. Iets voor jou? Je verdient zo'n 9 gulden per uur, maar je werkt dan wel via een afroepsysteem. Je moet minimaal 18 jaar zijn en een absolute vereiste is een gemiddelde neus. Welkom bij Club Veronica. In deze uitzending behandelen wij problemen van onze kijkers. Twee meiden hebben ons een brief gestuurd en ze zitten alle twee met hetzelfde probleem. Wat is jullie probleem? Ja, dat is een heel groot probleem. Ja. Wij wonen net op kamers. Studiefinanciering is naar beneden gegaan. En het is alleen nog heel moeilijk om in leven te blijven. Dus wij bijten eigenlijk een beetje op een houtje. Er zijn heel veel studenten hier in Nederland en ze komen toch allemaal wel goed rond. Waarom jullie niet dan? Ik weet niet hoe ze dat doen, maar wij hebben allebei een baantje. Mm-hmm. Maar alles is gewoon duurder geworden. De studiefinanciering ook nog naar beneden, dus het is heel moeilijk. Ja, gaan jullie ook veel uit of dat jullie daar veel geld aan uitgeven? Kan niet meer. Nee, dat kan helemaal niet. Jullie gaan helemaal niet meer uit? Nee. Niet? En hoe denken jullie hier een oplossing voor te vinden? Ja, we hopen een manier te vinden om goedkoper te leven. Nou, we hebben voor jullie een oplossing gevonden. We hebben een deskundige uitgenodigd, een vrek. En die gaat jullie na de reclame een paar tips geven. Maar nu eerst gaan we kijken naar hoe hun situatie thuis is. Als typische studenten met een te krap budget hebben Marianne en Judith geen geld om boodschappen te doen. En de oplossing voor minder stookkosten is bij deze een kaarsje. Als je meer wilt weten over Club Veronica of als je nog wat informatie wilt hebben over deze uitzending, kijk dan op pagina 348 van Teletext. Daar vind je ook meer over Talk Radio. Aanstaande maandag zenden de heren weer uit van 7 tot 8 op Radio 1. Met natuurlijk Rob Stenders in person. Er zal uiteraard weer een goed gesprek gehouden worden, maar de Talk Radio redactie springt graag in op de actualiteit. Dus de inhoud blijft helaas tot maandagavond nog geheim. We gaan verder met het trieste verhaal van Marianne en Judith. De twee studenten hebben te weinig geld. En moeten zich warm aan een kaars en moeten leven op 1 koude knakworst per dag. Ze willen meer geld. Daarom nu het tweede deel van Talk. En hopelijk komt er een oplossing voor dit ernstige probleem. Welkom terug bij Club Veronica. Voor de reclame hadden we al twee studenten, Judith en Marianne. En zij zaten alle twee met hetzelfde probleem. Ze kwamen niet rond met hun studiefinanciering. Dan hebben wij een deskundige uitgenodigd, een vrek, Ines. Ines, wat is nou een vrek? Een vrek is een persoon die de dingen van alle dag zeg maar, op een andere manier probeert te doen en daardoor geld probeert te besparen. En waarom ben jij een vrek geworden? Ik ben nogal begaan met het milieu. Ik zie om me heen dat je eigenlijk veel meer producten hebt dan dat je nodig hebt. En sommige dingen ook veel duurder zijn dan dat eigenlijk noodzakelijk is. En toen ben ik me er wat op gaan oriënteren en gekeken of het ook anders kon. En dan blijkt dat je dus een hele hoop geld kunt besparen. Een hele hoop geld overhoudt daardoor. Heb jij een paar tips voor deze twee studenten? Ja. Nou, ik denk het wel. Je kunt een wc-rol pletten, zodat je wat minder wc-papier gebruikt. Soms ook nog wel eens een probleem. Je kunt bijvoorbeeld een panty die toch een ladder heeft opnieuw gebruiken. Door het been ervan af te knippen van één panty. En wachten op een volgende panty met dezelfde kleur. En daar ook het been van af te knippen, waar een ladder in zit. En dan heb je weer een nieuwe panty. Je kunt de kachel wat lager zetten, zodat de gasrekening ook wat lager wordt. Of je kunt met uitgaan bijvoorbeeld van happy hour naar happy hour lopen. Dan bespaar je een hoop geld drinken. Of de Riksbios.
Nou, je zou bijvoorbeeld de wc... Dat doe ik bijvoorbeeld, de wc niet doortrekken als je geplast hebt... maar gewoon een scheut water erin gooien. Dat bespaart ook een hele hoop water en ook weer geld. Denken jullie dat jullie hier wat aan hebben, aan deze tips? Nou, het lijkt ons wel wat. Ja? Ja? Bedankt voor jullie komst naar de studio. Ik hoop dat jullie thuis er ook wat aan gehad hebben. En tot de volgende keer. Dit was dan weer nummer 27 van Club Veronica en Xenomania. Heb je klachten, gewoon interesse of wil je nog iets kwijt aan de redactie? Schrijf dan naar postbus 2x2 3x3 1202 CG in Hilversum.